Oké, en dan zie ik hier een paar planten die prachtig in bloei staan. Ja, dit is de enige die ik hier heb staan die open in de bloei staat. Ja. Iemand anders die ook tabakplanten heeft, die heeft me beloofd, en dat doet hij ook, dat hij als een bloemknop eruit haalt. Anders krijg ik een kruisbestuiving. Okay. Dan hou ik het ras niet zuiver. Dus ja, dit zijn hier op dit veld eigenlijk de enige die open in de bloei staan. Ja. En dan zie je dus ook hoe dat die bloei zich voltrekt. En dan is het zelfs zo dat ik lagere bloeitakken er ook uithaal, zodat ik alleen aan de top de bloei hou. Nou, en dan komt straks het moment van het oogsten van deze knoppen. En dat kun je dan doen door te kijken naar die knoppen. En dan zie je dat deze zijn nog niet rijp genoeg. Maar dan wordt het omhulsel wordt bruin, de zaadknop binnenin wordt bruin. Dan haal je hem eraf, op zijn kop hangen op een mooie droge plek. En dan kun je daar het zaad van gebruiken. Dit is voor mij ook weer een nieuwe soort. Die heb ik geïmporteerd uit... deze kwam uit Azië. Even grofweg. En deze gaan volgend jaar weer naar de mensen toe die deze wel erbij zouden willen hebben. Ja. En dan is het ook nog zo. Als ik ga vergelijken met deze bloeiknop. Of deze hier. Deze die zal later niet mee gaan doen. Die vind ik niet uniform genoeg aan de rest. Dit hoort het te zijn. Deze vind ik een beetje minimaal. Dus die gaat er dan gewoon uit. Die doet niet mee. Ja. Nou ja, die keuze kun jij het beste beoordelen. Want ik ben natuurlijk een buitenstaander. Maar jij ziet het waarom het een wel goed is en het andere niet. Ja. En weer zo'n zakker eruit. Ja, je ziet dat als die bloei er eenmaal is, dan en die gaan gewoon op de grond. Dit is trouwens nog een leuk weetje. Als je in de moestuin last hebt van woelmuis, waar ik hier dus ook een beetje last van had. Maar zodra je dat tabak opzet, gaan alle muizen weg. Oké. Serieus? Ja. Dat meen je niet? Ja, dat is echt. Dus ik heb volgend jaar geen muizen meer hier? Ja, misschien dat de mijnen bij jou zitten. Oh, dus het is één broeinet van muizen. Hier op mijn stuk zit geen woelmuis meer. Zo. Nou, ik weet niet hoe ik kapot gemaakt. Want ze gaan hier allemaal bij die aardperen zitten. Ja. Die lussen ze en die blijven de hele winter zitten. Die wortels. Nee, die knollen. Die knollen, ja, dat bedoel ik. Ja. Waar tabak allemaal al niet goed voor is, hè? Zo leer je nog eens wat. Oh, sorry, ik wist niet dat ik...